Het grondenrechtenvraagstuk van de inheemse heeft nog steeds prioriteit bij de regering, zegt president Chandrika Prasad Santokhi in een videoboodschap in het kader van de herdenking van de Dag der Inheemse en herdenking van het 34 jaar Javaanse immigratie vandaag 9 augustus. Het staatshoofd zegt dat de regering de voortdurende uitdagingen van dit proces erkent. Tegelijkertijd benadrukt hij de stappen die zijn gezet en de plannen die in het verschiet liggen om de grondrechten op te lossen. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in de richting van dit doel. De Nationale Assemblée heeft onlangs amendementen aangenomen bij de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken. Deze amendementen zijn voorgesteld op basis van de discussies en inzichten. Ze leggen de basis voor een uitgebreidere wetgeving in zaken grondenrechten. De regering is doende deze wijzigingen te bestuderen die cruciale mijlpalen zullen zijn. Op weg die we samen bewandelen naar gerechtigheid en gelijkheid. En zal dit middels een nota van wijziging aanbieden aan de Nationale Assemblée. We zijn vastbesloten, Lobby Brother Nassisa, om op deze basis voort te bouwen met tastbare acties. En beleidsmaatregelen die de rechten en ambities van onze inheemse bevolking weerspiegelen. De president roept de inheemse op om nog wat geduld te betrachten en betrokken te blijven bij het proces. Vandaag herdenken we gelijktijdig met de Dag der Inheemse eveneens de Dag der Javaanse immigratie. De president haalde aan dat de Javanen met de komst de Surinaamse cultuur versterken. Reeds 134 jaar, deel uitmakende van de Surinaamse samenleving. En zeer bekend om haar cultureel erfgoed, voornamelijk de Djarankepang en de Gamelang. Hun Gotong Royong systeem heeft zeker de werkzaamheid van de Javaanse gemeenschap aanzienlijk versterkt, die de coexistentie van het verleden met het heden toont, is de Surinamer van Javaanse komaf een niet te verwaarlozen deel van onze samenleving. Lobby Bradang Asitsa, de Javaanse voorouders, onze voorouders, hebben zich veel inspanning getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen. De president roept op om de Dag der Inheemse en de herdenking van 134 jaar Javaanse immigratie als inspiratie te gebruiken om gezamenlijk te werken aan een welvarend, verenigd en harmonieus Suriname.